wat maakt je een goed model? Dat je opvalt in de menigte. Er zijn namelijk zoveel meisjes en mannen die model willen worden. En wat maakt ze dan bijzonder? Eigenheid. Als model moet je natuurlijk zorgen dat je altijd fris bent, altijd vrolijk bent, altijd blij bent, aanspreekbaar en presentabel. Ik ben Felice Fleur, ik ben 19 jaar en ik ben model bij Elite. Ik ben Julienne en ik ben 24 jaar en ik zit bij Elite. Ik loop shows, ik doe fotoshoots, online websites. Nou, het is echt heel verschillend. Ik kom bijvoorbeeld dus net uit Parijs. Ik heb daar bij de Couture Fashion Week gewerkt. Ik heb daar dus 3 weken gezeten. En nu weer op de Amsterdam Fashion Week. Sinds mijn 14e loop ik zo'n show al. De eerste keer was trouwens in New York op de Fashion Week. En ja, het is altijd een feest om zijn show te lopen. Zo'n mooie kleding en hij is zelf zo leuk. Het belangrijkste is zelfvertrouwen. Uitstraling zelfvertrouwen. Mijn modellen zijn, ze stralen een soort eenheid uit. Ik krijg het ook wel vaak te horen, goh, wat een goede casting. Ik denk dat al die vrouwen individueel allemaal een soort karakter uitstralen en een individualiteit. En toch teruggetrokken, niet te glamorous. Een edginess moet erin zitten. Je moet dat je zegt, de eigenschappen moet je hebben. Je moet een lengte hebben, je moet een maat hebben. Natuurlijk mooie features hebben. Maar daarbij, bij ons extra zijn we die meiden ook aan het trainen. Je komt op veel plaatsen, je ontmoet veel nieuwe mensen. En ja, het werk wat je doet kan niet iedereen doen. En dat is eigenlijk wat het zo leuk maakt. Catwalk. Voor mij is dat echt catwalk. Ik vind dat gevoel het allergeweldigste wat er is.